U bent waard. Dit kan echt beter, we hebben het over Jezus. Vader, onze Heer. Come on, here we go. U bent heilig. U bent waardig. Onze God, Vader, onze Heer. Nog één keer, like you mean it. U bent heilig. U bent waardig. Onze God, Vader, onze Heer. Maar nog eentje, let it go. Come on. Want U bent heilig. Deze dienst niet rommelig beginnen. We willen niet zeggen dat u een tweede plaats of een derde plaats krijgt. We willen zeggen, u krijgt de hoogste plaats. Heer, we willen niet voorbij gaan aan het feit dat dit een eredienst is waar de christenen samenkomen om u te verheerlijken, u te verhogen. Heer, en ik wil bijna zeggen, het spijt me en vergeef me dat we zo rommelig binnenkomen om u te eren en te loven. Want Jezus, u bent heilig, u bent waardig, u bent rechtvaardig, u bent eerlijk. Heer, u heeft uw leven gegeven voor ons. Dan mogen we op zijn minst met een vorm van respect bij u komen. En zeggen, u bent heilig. U bent waardig. Gemeente, ik wil geen oordeel over ons uitspreken. Maar als we anderhalf uur de kans hebben om Jezus te aanbidden, van hem te horen. Dan wil ik heel eerlijk zijn, waarom komen we dan steeds te laat? Als we maar anderhalf uur hebben om onze Heer alle aandacht te geven die Hij waard is, één keer per week, met de hele gemeente. Waarom zijn we dan zo rommelig aan het opstarten? En ik praat niet voor mezelf, want ik doe het soms zelf ook. Ik praat ook tegen mezelf. Maar ik heb het bij de jongeren ook gezegd en ik merk gewoon de Heilige Geest van binnen die echt eigenlijk wil adresseren. Come on guys. Anderhalf uur. Focus op één ding. Ik weet dat het in 2024 met alle stickers die we vanuit de psychologie krijgen misschien onmogelijk lijken, maar we've got the Holy Spirit. Dus ik wil de toon van vanochtend gelijk maar goed zetten. Het draait niet om wat wij hier met elkaar vinden. Het draait erom wat we van Hem vinden. Hij is koning Jezus. Hij is gestorven. En ik heb geen idee of je hem kent of niet kent. Maar ik zou je willen uitdagen. Zet je hart gewoon wijd open. Want vanochtend is een ochtend van een ontmoeting met de Allerhoogste. En zijn naam is Jezus Christus en niemand anders. En als we het over Jezus Christus hebben, dan hebben we over de Vader God. En als we over Vader God hebben, hebben we het over de Heilige Geest. Dan bedoelen we de drie eenheid. Dus laat je niet verwarren door de namen waarvoor wij een voorkeur hebben, Koning Jezus. Halleluja. U bent heilig, u bent waardig, om te ontvangen onze eer. Koning Jezus. U bent heilig, u bent waardig, te ontvangen onze eer. Nog één keer, here we go. Jezus. U bent heilig. U bent waardig. Om te ontvangen onze eer. U bent heilig, allerlaatste. U bent heilig. U bent waardig. Te ontvangen onze eer. Zo is het maar net, Koning Jezus. Halleluja. Gaat u lekker zitten. Het spijt me dat ik even streng moest doen. Maar ik voel het in mijn geest dat we als kerk iets te leren hebben. En ik wil dat toch gewoon een keer geadresseerd hebben op zondagmorgen. En ik zou je willen zeggen, voel niet het oordeel. Maar voel het verlangen. Het verlangen om Jezus recht te doen voor wat Hij waard is. Eén keer per week. Eén zondagmorgen. Anderhalf uur. Misschien 1 uur en 3 kwartier. Misschien 2 uur. Maar op de scope van een week is het verdraaid weinig. Amen. Alright. Wieberen gaat vandaag spreken. Cool. We gaan zo meteen opdragen. Dat is heel tof. Dat is altijd bijzonder om te mogen doen.
En ik wil graag een update laten zien van de verbouwing. En dat doen we door een filmpje. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. Ik ben blij dat de Chipmunks ook een versie hebben van Gratitude. Volgens mij werd die iets versneld afgespeeld, maar ik weet het niet. De Chipmunks, ken je ze nog? I've got something new. We gaan straks het tiende offer doen. En het tiende offer is het offer wat je mag geven, waarin in de Bijbel duidelijk staat, geef je eerstelingen aan God. Wij noemen dat het tiende offer, we kunnen ook de eerstelingen offer noemen. De eerstelingen teruggeven aan God. Weet u nog dat ik sprak over de odie? Dat het mooi is en dat het goed is om de eerste van wat je hebt gekregen terug te geven aan God. Dat gaan we straks doen door digitaal de QR-code te scannen. Maar we gaan het doen in combinatie met de muzikale aanbidding. Want een offer geven is financiële aanbidding. Nou, dat combineren we met muzikale aanbidding. En stel dat je zegt, ik wil heel graag een kaart, omdat ik wil geven wat ik voel dat ik mag geven. Dan moet je even je hand opsteken en dan staan er zo meteen twee mensen die dat voor jou regelen. Pen en een kaart. En dan kun je een eenmalige gift overmaken, of een maandelijkse, wat je in je hart ook maar hebt. Groep 1 tot en met 3 zijn in de zaal. Laat jullie horen. Groep 1 tot en met 3. Jee. Laaiend enthousiast. Ja. Nog één droevige mededeling die per mail is voorbijgekomen. En dat is dat Ingrid Maria Christine de Moraes in Mans is overleden. En het is goed om dat wel in het midden van de gemeente te noemen. Sommigen kennen haar van vroeger. En ze kwam hier nog regelmatig om op bezoek te komen. En ze is heen gegaan en ze hebben op, moet ik het even goed zeggen, dinsdag 23 april om 11 uur in de Pinkstergemeente Immanuel in Amersfoort een afscheidsdienst voor haar. Dan gaan we opdragen. En dan vraag ik Bert en Corine, samen met een hele mooie club, Felicia, Christian, Annelot en Lise Marina voor. Geef ze dan een applaus. Woehoe! Kom maar hoor. Oh, jullie aanbidders gaan allemaal van het podium. Blijf maar staan, joh. Duur niet lang. Duur niet lang. Nee, dat geeft niet. Yes. Wat cool. Hier, geef ze nog één keer even een mooi applaus. Kijk eens. Oh. Van de Wijk, Christian. Goed zo. Hier hadden ook moeten staan René en Ilse Zieltjens, maar zij hebben vannacht helaas een van hun twee zonen, die zou worden opgedragen, meerdere keren het overgeven moeten opruimen. Hij is hartstikke ziek geworden. Dus wat ik wil doen is, voordat ik met jullie ga beginnen, is ik wil eigenlijk met hun beginnen. En ik wil voor hun bidden. Dus laten we als gemeente gewoon in een houding van geven gaan staan en zeggen, Heer, we spreken op dit moment over huizen Zieltjens, genezing, gezondheid en heelheid uit. We bidden over Levi en over Jesse. Vader, als er een bestemming op hun leven is, dat ze daarin zullen gaan staan, zullen gaan wandelen en dat niets ze zal tegenhouden. Vader, zelfs hun lichaam of het overgeven wat ze voelen. Vader, dat het nu stopt in Jezus' naam. Dat het luistert naar de naam van Jezus. Heer, en dat ze vrij zullen zijn daarvan. En ik spreek over Jesse uit dat je zult staan als een machtige strijder. Wat God mij ook van tevoren liet zien. En ik ga het gewoon over je uitspreken, want dit zijn de woorden die God over jou gaf. Sterke strijder, strijder voor rechtvaardigheid, opkomen voor de kwetsbaren. Net zoals Gideon, Jesse. En ik wil het tegen je zeggen als je kijkt in de livestream.
De Heer zij met je, dappere krijgsman. Dat kun jij, omdat ik, zegt God, je bijsta. En ik spreek over Levi uit, nog geen jaar, over een maand is hij een jaar. Ik hoorde heel duidelijk woorden als creatief, expressief en intimiteit met God. En ik bad en ik zag echt de woorden die erbij stonden. Je bent omhuld met schoonheid. Sorry, je moet even zeggen. Creatief, expres en intimiteit. Die was eigenlijk voor Lisa Marie. In het hart van een ieder, dan moet ik het wel goed zeggen. In het hart van een ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Ze zullen alles maken wat ik u geboden heb. Dit gaat over Levi, ik moet het goed zeggen. Dus Levi, hoe jong je ook bent, je creativiteit, je expressiviteit is schoonheid voor God. Is bedoeld om uit te stralen naar de mensen om je heen, wie jij kent, wie jij lief hebt. En dat spreek ik over jullie uit, Levi en Jesse. Jullie opdragen komt nog, dat hangt niet van vandaag af. Jullie zijn in de handen van God. En als gemeente erkennen we dat en zeggen we samen, amen, halleluja. Cool. En nou deze mooie gezin, dit mooie gezin. Vind je het een beetje spannend of is het oké? Okay? Ja, een beetje spannend, oké. Okay. Ik zal er niet te veel aandacht aan geven. Lise Marie, ik heb over jou ook een mooi woord gekregen, maar eerst moet ik even tot je ouders spreken. Want waarom dragen we eigenlijk op? Opdragen is onze eersteling, misschien mogen we het zo zeggen, die we teruggeven aan God. Waarbij we erkennen, dit God hebben we niet gekregen voor ons. Dit kind hebben we te leen gekregen voor u. We geven hem terug aan u en we willen in dit geval Lisa Marie opdragen aan u. Zodat we haar opvoeden in uw liefde, in uw goedheid, in uw bestemming, met uw roeping. Dat is wat opdragen is. En dit is de vraag die we dan ook aan jullie stellen. Willen jullie Lisa Marie... ook de andere kinderen, maar nu gaat het over haar. Opvoeden naar de wil van God. Naar hoe je overtuigd bent dat je dat mag doen volgens zijn Bijbel. En dat je haar opvoedt, zodat ze op mag groeien als een kind in de roeping die God haar gegeven heeft. Wat is daarop jullie antwoord? Amen. Absoluut amen. Horen jullie het ook? Amen. Maar dan hebben wij als gemeente ook een taak. Want zoals Bianca vaak herhaalt, dat zeg je altijd heel vaak... It takes a village, ik moest even goed nadenken. It takes a village to raise a child. We hebben elkaar nodig. Dus als Lise Marie rondloopt of een van de andere drie prachtige kinderen en je merkt, oh, ik heb een woord of ik heb een richting of ik zou ze willen knuffelen, dan moet je het even aan de ouders vragen als het om knuffelen gaat. Maar dan zijn we er met elkaar om voor de kinderen te zorgen. Amen? Hun enthousiasme over amen was hoger dan die van jullie. Amen? Ah, nee, goed zo. Lise Marie, dit waren jouw woorden die ik verkeerd heb gezegd. Ik heb over jou heel duidelijk gehoord. In schoonheid gewikkeld. En ik kreeg toen een tekst en die raakte mij gewoon enorm. Zij heeft de schoonheid van een nieuwe morgen. Zij heeft de zuiverheid van een lichtende maan. En straalt als het zonlicht zelf. Er gaat kracht en sterkte van haar uit. Dat is echt een heel erg mooi lied. En dat staat in Hooglied 6 vers 10. Speciaal voor Lise Marie. Yes? Goed zo. Nou, dan zou ik zeggen als ouders, leg haar de handen op en ik leg jullie de handen op. Yes? Goed zo. Koning Jezus. Ja, dat is mijn hand. Komt goed. Oh, sorry. Ja, dat is een beetje gek. Koning Jezus, dank u wel voor Lise Marie. Dank u wel dat ze op dit moment door haar ouders wordt voorgedragen en opgedragen. Heer, en dat ze hebben gezegd, ja, we zullen haar laten opgroeien. Heer, in het licht van de Bijbel. Door de kracht van de Heilige Geest, Heer, en in de roeping die u over haar gesteld heeft. Heer, we bidden op dit moment in de machtige naam van Jezus Christus over Lise Marie. Vader, dat de zegen van de voorgeslachten haar rijkelijk zal vullen en voeden en richting zal geven. Vader, dat elke verbintenis met de duisternis of wat dan ook, Heer, wat er in het verleden zit, wat haar tegenhoudt, op dit moment wijkt en doorgeknipt wordt in de naam van Jezus. Dat ze daarvan vrijkomt, Heer, en dat ze zo mag wandelen als een ongelooflijke schone dame die met kracht en met schoonheid omkleed is. Heer, en zo zegen we haar in uw machtige naam. Mag ze opgroeien naar uw wil, naar uw beeld en vol van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. En ze krijgt er een cadeautje bij. Ik weet niet wat er gebeurd is sinds de laatste keer, maar deze is ontploft. Deze is een stuk groter dan vroeger. En dit is de Je hoort erbij bij. Namens de Kerk voor Kinderen en een regenboog en Impact. Je mag er helemaal zijn en na Impact komt er kerk. Oh, en het boekje. Bijbelverhalen voor meisjes. Voor vanavond. Vaders, dat kan jij. Nou, nog één keer een applaus.
Mooi. Goed. Bent u klaar om verder te gaan met God te aanbidden? Ja? Halleluja. Mensen van de livestream, ik wil jullie hartelijk welkom heten. Dat heb ik nog niet gedaan. En waar je ook zit, misschien ben je wel op je vakantieplek, voel je vrij. En ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, zet de muziek maar wat harder als we de aanbidding hebben. Laat je niet afleiden door wat er in en om je huisje of om je kamer gebeurt. Maar probeer echt te focussen op Jezus. En te zeggen, Heer, ook als ik hier zit, wil ik mijn verbinding maken met boven en u verheerlijken. En laatste vraag is, zijn er ook gasten en mensen die hier voor het allereerst zijn? Niet voor vandaag, maar gewoon eigenlijk voor altijd een keer voor het eerst hier vandaag zijn. Doe je hand eens even in de lucht. Ja, hoog. Mensen, ja, daar. Kijk eens. Cool. Meer dan welkom. Tof dat jullie er zijn. Wij zijn een uitbundige gemeente. Dat heb je misschien al gemerkt. Maar voel je thuis. Doe waar je zin in hebt. Met respect voor de ander. En dan vooral met respect voor Jezus. Want zoals je merkt zijn we heilig en vastberaden om hem alle eer te geven. Are you ready? Gaan we lekker staan. Ik wil graag beginnen deze dienst door het opnoemen van de enige gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. En u kent het allemaal, dat is het Onze Vader. En het eindigt met belangrijke woorden. En als u ze hoort wil ik vragen of u ze uitspreekt met kracht. Want van u is het Koninkrijk. Komt zo meteen. Onze Vader die in de hemelen zij. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ontvangen onze eer. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam.
steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, in u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn dien. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn licht. Alleluia. Jezus zo verwond, Jezus zo verwond. Alleluia. Tot u ons vond en geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn licht. Alleluia. Jezus zo overwinnaar, koning der koningen, Heere der heren, mijn God, mijn redder, mijn verlosser, mijn bevrijder. Aan het kruis leek u verslaan, maar u heeft de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegen. Thank you.
worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship. I can sing, you are here. You are. Thank you.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Sing je lied voor hem. Heer, u maakt een weg waar geen weg lijkt. U bent de doorbreker in ons leven, Jezus. U bent de goede herder. U leidt ons aan rustige wateren. Kushandria basulobo sigia. Sharabasuru busi karibasa. Olia basuru busi kiriabasa. Shatarabasuru busi kiriabasa. Wat heb je nodig, mijn kind? Wat heb je nodig, mijn kind? Kom bij mij. Ik heb wat je nodig hebt, zegt Jezus. Stop met rennen, kom tot rust. Kom bij mij, zegt Jezus. Ik wil een doorbraak geven in de situatie waar jou zo lang mee in cirkeltjes loopt. Kom bij mij, zegt Jezus. Kom bij mij, kom bij mij, kom bij mij. Mijn armen zijn wijd uitgespreid. Kom bij mij. Waymaker, miracle worker, promise keeper, I in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Ja, zeg het dan maar een keer. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Er is doorbraak in het huis. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Angst verdwijnt. Who is you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, wanhoop verdwijnt. Yes, my God, that is who you are. Vreugdeloosheid verdwijnt. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Halleluja. Halleluja.
zingen. Heer, ik heb u meer nodig dan wat dan ook. Laten we het echt zingen in het besef. Jezus, we hebben u zo nodig. Heer, ik heb u zo nodig. Elke dag van mijn leven. I need you more. More than yesterday. I need you more. Thank you.
falling down in worship. Sing a song of ages to the Lamb. To all who've gone before us and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, oh, holy, all creation cries, oh. Okay.
open to hear. Deze wereld mij biedt, niets overtreft de schoonheid van uw heiligheid. Niets wat deze wereld mij biedt, niets overtreft de schoonheid van uw heiligheid. Ik eer u. Aanbidden u, we verheerlijken u. Heer, u bent goed, u bent God. U bent altijd dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Heer, u faalt nooit. Zelfs als we niks voelen, dan gaat u door. Zelfs als we niks zien, dan gaat u door. U bent de koning, de koningen, de Heer, der Heren. We erkennen uw heerschappij, hier en nu, in deze plek. We erkennen uw heerschappij, hier en nu, in ons leven. Jezus, dank u wel, Heer. In Openbaringen staat, elk van de vier wezens had 6 vleugels. Ze hadden rondom en van binnen overal ogen. Zonder ophouden zeiden ze, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige God. Die was, die is en die komt. En later zeggen ze samen met de oudste, Heer onze God, u bent alle lof, eer en macht waard, omdat u alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt omdat u het wilde. Openbaringen 4. Jezus, u komt er toe. Jezus, u komt er toe. Jezus, u komt er toe. Ik zeg het nog één keer, Jezus, u komt er toe. Halleluja. Ik wil gewoon bidden, leg even een hand op je hart als Wieberen vastkomt. Leg maar een hand op je hart. Als heiligheid het teken is van, of het verbindende woord is in aanbidding. Dan bid ik op dit moment het licht van de Heilige Geest op ons hart en op ons leven. Als er zaken zijn die niet heilig zijn, dat door het woord en door het horen, maar vooral door de overtuiging van de Heilige Geest, die zaken aan het licht mogen gebracht worden en in genade teruggegeven mogen worden aan God. Vader, ik bid dat elke plek die donker is, elke plek waar nog onheiligheid misschien wel regeert of heerst, Vader, dat die op dit moment en in de komende tijd verlicht zal worden. Maar ook dat de olie die plek mag raken, omdat er altijd vergeving en genade is. Waar we ook vandaan komen. Heer, en zo bidden we gewoon in uw machtige werk, in de machtige naam van Jezus Christus, doe uw werk door ons, door uw geest. Heer, help ons te horen wat Wieberen heeft te zeggen. Help Wieberen de woorden te vinden die hij moet uitspreken, zodat vanochtend precies dat gebeurt waar het woord toe gezonden wordt, om te doen waartoe u het gezonden heeft. In Jezus' naam.
Dank u wel, Jezus. Jullie mogen openslaan. Matteüs 5. We zijn onderweg met de zaligsprekingen. De preek van Jezus die drie hoofdstukken in Matteüs bevat. Hoofdstuk 5, 6 en 7. Waarin hij het fundament legt onder zijn bediening. En het begint met zalig zij, zalig zij. Matteüs 5, vers 6. Zalig zij zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. We gaan lekker veel Bijbel lezen en ik geloof dat vandaag het woord van God zal bevestigd worden met kracht. Dat betekent dat het geen algemene waarheden blijven waarvan je zegt, ja, had ik al gehoord of die informatie was al tot mij gekomen of dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat het geen kennis blijft, maar dat het kennen wordt, dat het een openbaring wordt. Ik bid dat het geen algemene waarheid is, maar een specifieke waarheid voor jou voor nu. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Ik wil gewoon bidden. Dank u wel, Jezus, Heilige Geest van God. Dat zal nooit door mijn woorden als mens kunnen zijn, Heer. Maar wel als u uw geest geeft, een Heilige Geest, werk maar. U mag al deze ruimte hebben, u mag mijn ziel gebruiken, mijn stem, mijn hart, mijn mond, om te spreken wat er uit uw hart komt, Heer. U mag het anders doen, Heer, openbaar ook op dit moment een vers woord, Heer. Een vers woord, we verwelkomen dat, ik verwelkom het, Heer. Spreek met uw Heilige Geest in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Jesaja 61 wil ik een heel eind uitlezen. Jesaja 61, echt een van mijn favoriete Bijbelteksten. Echt geweldig, daar kun je echt dag en nacht in wonen. Ik wil vers 1 tot 3 en vers 10 lezen. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. En die staat een hoofdletter M. Dat betekent waarschijnlijk dat het gaat over Jezus Christus. Maar omdat er staat in de Bijbel, zoals Hij is in deze wereld, zo zal ik zijn. Zoals Hij is, zo zal ik zijn. Door zijn geest. Daarom mag je het ook op jezelf toepassen. De geest van de Heere is op mij. Op jou. Omdat de Heere mij, jou gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Zachtmoedigen, weet jullie nog? De mensen die kunnen doorgaan en verdragen als God spreekt en werkt, maar je hebt de opstandingszondag nog niet meegemaakt. Zachtmoedig betekent dat je je stelt onder de leiding van God, wat er ook gebeurt. Jullie zijn de zachtmoedigen. Wij zijn dat. En hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. We hebben het vorige keer gehad over de treurenden. En voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Opstandingszondag. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En een dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden. Sieraad, in plaats van as. Vreugdeolie, in plaats van rouw. Een lofgewaad, in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden, eiken van de gerechtigheid. Zeg maar even hardop, eiken van de gerechtigheid. Zeg maar, ik ben een eik van de gerechtigheid. Amen. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Een planting door de Heere, zeg maar.
om hem te verheerlijken. Wauw, zoveel diepgang zit daar al in, hè? Wat ben ik? Een eik van de gerechtigheid. Waarom ben ik? Om hem te verheerlijken. Hoe ben ik? Een planting door de Heere. En dan vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Filippenzen 4, vers 4 zegt, verblijd u altijd in de Heer. Hier staat het al. Wees zeer vrolijk in de Heere. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Waarom? Want hij heeft me geld gegeven. Nee. Want hij heeft me gezond gemaakt. Nee, staat er ook niet. Want hij heeft mijn leven vergemakkelijkt. Nee, staat er ook niet. Want mijn lichaam doet geen pijn meer. Want mijn ziel is niet meer onrustig in mij. Nee, staat er ook niet. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. En wat heeft hij nog meer gedaan? De mantel. Hij heeft mij de mantel van de gerechtigheid omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met een priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Zo heeft hij mij bekleed met de klederen van het heil. En de mantel van de gerechtigheid omgedaan. Hele Geest, doe maar uw werk op dit moment. Om te beseffen wat hier staat. Jezus. Eiken van de gerechtigheid. Mantel van de gerechtigheid. Eiken, terebinten staat in de oude vertaling. Terebinten van de gerechtigheid. Eiken van de gerechtigheid. Een planting van de Heere. Klederen van het heil omgedaan. Een mantel van gerechtigheid. Eiken van de gerechtigheid met diepe wortels. Diepe wortels. Een planting door de Heere. Diepe wortels, jij en ik. En een mantel is je omgedaan. Je bent bekleed met heil. Wauw. Heer, ik bid op dit moment dat er een nieuwe openbaring komt over deze woorden. Dat u uw woorden bevestigt met kracht. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Man, ik honger naar de gerechtigheid. Ik honger. Daar wil ik het met jullie over hebben. Ik leg graag ook onze cultuurwaarden naast de preek van Jezus, de zaligsprekingen. Allereerst overgave. Ik ben in januari begonnen met sterven om te leven. Daarna twee keer gesproken over arm van geest zijn. Het niet weten of kunnen, maar wel willen. Heer, ik wil het wel, maar ik weet het niet. En ik kan het misschien ook niet, maar ik wil het, Heer. Ik wil sterven om te leven. Dat doopbad ingaan. Die oude mens afleggen. Weet je wat er gebeurt in het dopen? Binnen, volgens mij in juni gaan we weer dopen. Je sterft in dat bad. Je geest komt tot leven. Je dode geest komt tot leven voor eens en voor altijd. En als jij gedoopt bent, en als jij gelooft in Jezus Christus, de doop is een teken van het wedergeboren worden. Het gaan geloven is daadwerkelijk de wedergeboorte. En als je nog niet tot levend geloof bent gekomen in Jezus Christus, is vandaag je kans. En ik wil vandaag spreken over gerechtigheid. Weet je, als jij tot levend geloof komt in Jezus Christus, dan krijg jij de gerechtigheid van God. En ik zal vandaag proberen uit te leggen wat het betekent, het ontvangen van de gerechtigheid van God. Maar als een persoon tot geloof komt in Jezus Christus, misschien zit jij wel hier en je zegt, ja, ik ben wel kerkelijk of ik ben helemaal niet kerkelijk, ik ben niet de gast. Vandaag is je kans, je bent niet toevallig hier, om de gerechtigheid van God te krijgen.
En wat betekent dat in heel kort? Is dat als je dwaalt van God af. Als je dwaalt van God af. En je leeft je eigen leven voor jezelf. Hier links, want dat vind ik lekker. Hier rechts, want dat trekt me aan. Hier rechtdoor, want dat is voor mij goed. Voor mijn gezin. En je leeft je leven al dwalend van God af. En wat is dat, al dwalend van God af? Dat noemt de Bijbel, dat noemt God zonde. En als jij in dat zondige leven van dwalen, niet naar God toe, maar van God af hebt geleefd, misschien geldt dat voor jezelf, dan is dit een moment om je te beseffen. Hoor je bij Hem? Leef je eeuwig straks met onze Heer. God bestaat en Hij is goed. I'm telling you. En misschien is dit wel een moment dat je zegt, ik wil ook die gerechtigheid. En wat is die gerechtigheid? Eigenlijk na het dwalen zeg je, Heer, ik gooi me op mijn knieën. Ik geef mijn leven over, want ik wil horen bij deze grote God. En dan kun je rechtop staan. Oprecht en rechtop. Oprecht en rechtop, dat betekent gerechtigheid. Je ontvangt, doordat je je overgeeft aan Jezus Christus, ontvang je dat je rechtop kan staan voor God. Dat je oprecht rechtop kan staan. Van binnenuit, van buiten naar binnen. Rechtop, oprecht. Wat je ook doet daarna. Of je daarna nog dwaalt of niet. Je geest is werkelijk wedergeboren. En je bent op dat moment een kind van God geworden. Wauw. Is dat geen goed nieuws? Is dat geen goed nieuws? En misschien is het wel zo dat je nu zegt, ja, er wordt op de deur van mijn hart geklopt, aan een tijd. En ik heb al heel lang niet open gedaan. Maar ik weet dat er geklopt wordt. Maar ik merk dat er nu geklopt wordt. Jezus wil een deel van je leven gaan uitmaken. Misschien geldt het wel voor jou. Als jij dat bent, wil je dat dan aan mij kenbaar maken? Wil je dan zeggen, ja Wieberen, ik wil die God in mijn leven. Je mag er straks er ook nog over nadenken gedurende de preek. Dan mag je je hand opsteken. Denk erover na. Want het is een ontzettend belangrijk moment om God te kiezen. De cultuurwaarde. Je geeft je over. Je gaat op je knieën. Je ontvangt vrijheid, vrede en vreugde. Vorige keer hebben we het erover gehad. De treurenden worden getroost. Vrijdag is goed, want zondag komt eraan. Goede vrijdag is goed, want opstandingszondag komt eraan. Amen. De zachtmoedigen beërven de aarde. We verwachten en verdragen op stille zaterdag. God vertrouwen in je proces, wetende dat zondag komt. En dan blijdschap, want je opstanding is daar. En wat verkrijg je door het offer van Jezus Christus? Je krijgt redding. Redding van zonde. Je krijgt heling. Genezing. En je krijgt bevrijding. En wat werkt redding uit? Redding werkt vrede uit. Je hoeft nooit meer bang te zijn. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor dood. Je hoeft niet bang te zijn voor lijden. Je hoeft niet bang te zijn voor vervolging of onderdrukking. Want je weet, ik leef eeuwig. Je hoeft niet bang te zijn om ouder te worden. Want je leeft eeuwig. Er komt een diepe vrede in je. En je ontvangt heling. Er komt toegang tot de bovennatuurlijke heling bij God. Genezing. En sommigen van ons hebben vorig weekend weer ontzettend veel prachtige heling ervaren. In een conferentie of op zondag. Of gedurende jouw leven. Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die heling, bovennatuurlijke heling door God hebben ontvangen gedurende hun leven. Wie zijn dat? Wie heeft dat ontvangen, alles meegemaakt? Ja, maar kijk, wat ontzettend veel mensen. Niet door de dokter, maar door gebed, door God. En heling, redding brengt vrede. Heling brengt vreugde.
Als jij genezen wordt van iets wat je, waar je al zo lang mee loopt, hoeveel vreugde brengt dat? En als je je overgeeft aan God, redding, genezing, bevrijding. Bevrijding van angst, van aanval, van de duisternis. Die heeft geen macht meer over je. Wat brengt bevrijding? Dat brengt vrijheid. En daarom zijn onze cultuurwaarden vrijheid, vrede en vreugde. We gaan in vrijheid, vol vreugde en met vrede door onze redding. Is dat niet geweldig? Dit zijn de vruchten van God. De vruchten van je redding. En dan zijn we bij de derde. Je ontvangt gerechtigheid van Jezus, deze preek. Je complete staat, identiteit, heiligheid en toekomst verandert in één moment van overgave. Je ontvangt je gerechtigheid. Kipes zal op dit moment zeggen, Mr. Amen just left the building. Amen. En Mrs. Glory is still here. Glory. Glory. We ontvangen, ja, hallo. Hallo. Mensen, wat zijn we stil. Weet je, dit is echt reden voor feest. Zijn jullie in vakantiemodus of zo? Come on. Dit is reden voor feest, lieve schatten. Je ontvangt de gerechtigheid door je geloof in Jezus Christus. En dat geeft je moed. We zijn bemoedigd in alle tijden en alle plaatsen en alle zaken. Je krijgt moed om je leven te leven, om dingen aan te gaan die God je geeft. En dan gaan we het een andere keer over te hebben. Om dan de Gods orde te herstellen. Dat is familie. Familie is een beeldmerk van Gods orde. Het is niet alleen maar dat warme gevoel als je hier komt. Maar het is de orde van God. Zo heeft God het ingesteld. De gezin als hoeksteen van de samenleving. Vader, moeder, zoon, dochter, man, vrouw. Dat is de orde van God. Zo werkt het. Op die manier vloeit de zegen van God. Zo worden we geplaatst. Dat is de opstelling. En dat eren we, die opstelling van God. Daar zit ook de cultuur van eer in. He, dat waarde eren, waarderen we. En dat respect eren we. Dat gaan we niet veel eren. Niet veel eren. We gaan het niet klein eren. We gaan niet afwaard eren. We gaan het waarderen. En respecteren. De orde van God. Dat komt een andere keer. Vandaag gaat het over hongeren naar gerechtigheid. Wil u samen met mij zeggen, en ik geloof dat er hier heel veel kracht in zit. Ik ben rechtvaardig voor God. Amen. Ik ben rechtvaardig voor God. Amen. Ik kan oprecht staan voor God. Ik kan rechtop staan voor God. Is dat niet heerlijk? Halleluja. Dank u wel. En ik heb de gerechtigheid van Jezus Christus. Ik heb de gerechtigheid van Jezus Christus. Halleluja, halleluja. Mr. Halleluja just left the building. Hier komen die woorden voorbij, hè, die soms best wel een beetje ontoegankelijk zijn. Hè? Zo, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Ik wil u vertellen, het woord rechtvaardigheid en het woord gerechtigheid zijn twee vertalingen van hetzelfde woord. Het is exact hetzelfde woord. Het wordt alleen in het Nederlands vaak een beetje voor verschillende dingen gebruikt. Gerechtigheid wordt vaak meer gebruikt in het context van juridische processen. Je staat voor de troonzaal, in de troonzaal van God, in de rechtszaal van God. En je krijgt een, je bent vrij. Je bent onschuldig. Krijg je te horen. Dat is gerechtigheid. Rechtvaardigheid is wat gerechtigheid uitwerkt. Namelijk ons gedrag, onze ethiek, ons leven. En doordat wij die gerechtigheid ontvangen van God, stroomt dat over in ons leven naar de wereld om ons heen. Omdat wij rechtop staan, zijn wij mega eerlijke mensen. Omdat God rechtvaardig en oprecht is, uit één stuk. Hij is een rechtvaardig rechter en goed. Zijn wij ook eerlijk
en rechtvaardig. Zijn wij ook uit één stuk? Liegen we niet? Zijn we betrouwbaar? Is ons ja, ja. Dat is de overflow van de gerechtigheid van God die we ontvangen in zijn troonzaal en door Jezus Christus. En dat werkt uit als wij het leven ingaan. Amen. En het is niet andersom. Dat omdat jij hier zo rechtvaardig bent, zo eerlijk, dat je dan naar de troonzaal kan komen en zeggen, Heer, kijk eens wat ik allemaal goed heb gedaan. Dat weten jullie wel, hè? Er staan in de Bijbel 600 teksten over gerechtigheid, ongeveer. God is een rechtvaardige rechter. Ik zal de Heere danken om zijn gerechtigheid, staat in Psalm 7, vers 12 en 18. Ik ben onwijs blij dat God een rechtvaardige rechter is. En weet je waarom? Wij hebben in Nederland relatief eerlijke rechtspraak. Hè? Voor zover rechters zeg maar, de volle waarheid kunnen kennen, zijn zij van zin om eerlijk recht te spreken. In hoeveel landen is dat niet zo? Is dat beïnvloed door de politiek of door de religie? En wordt er niet eerlijk recht gesproken? Is er corruptie, eigenbelang, wordt er omgekocht? En als je dan voor die rechter komt, dan moet je maar afwachten of je een eerlijk vonnis krijgt. In Nederland hebben we een betrouwbare rechtspraak. Maar God is dé betrouwbare rechter. Weet je, stel dat hij om te kopen zou zijn, dat hij corrupt zou zijn, dat hij met alle winden zou meewaaien, dat hij eigenbelang zou hebben. Weet je, deze God is een goede God. En daarom is het zo heerlijk dat God een rechtvaardige rechter is. God is wie hij is. En hij komt tot zijn recht. Hij zal het recht laten zegevieren. En dat betekent ook dat wij ons recht krijgen. En als wij krijgen wat Jezus Christus recht op heeft, dan zullen we, en dat krijgen wij, dan zullen we alles krijgen wat Jezus Christus heeft. Wij erven dat. Wij zijn erfgenamen. Weten jullie nog? En dan staat er in Matthäus 6, vers 33, maar zoekt eerst het koninkrijk van God. En we zeggen vaak dat. En dan vergeten we en zijn gerechtigheid. Maar dat staat erbij. En zijn gerechtigheid. Zoek de koning en de gerechtigheid van de koning. Dus onderzoek is, als je het aangezicht van koning Jezus zoekt, onderzoek dan ook zijn gerechtigheid. Dat hij zo op die manier recht kan staan voor God. En dat hij door die oprechtheid jou geeft dat je oprecht bent en rechtop kan staan voor God. Onderzoek dat eens. En dan staat er, en al de andere dingen zullen u bijgegeven worden. Dat is toch geweldig, goed nieuws. Romeinen 14, vers 17 staat, want het koninkrijk Gods bestaat in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Vrede en blijdschap hebben we het zojuist over gehad, maar die rechtvaardigheid, vier daar feest over. Dat is een ongelooflijk turning point in je geloof. Je gelooft in Jezus Christus en je ontvangt de rechtvaardigheid van Jezus Christus. En daardoor kan je gewoon vol de troonzaal van God binnenlopen. Ik denk wel eens, we onderschatten dat volledig. Dat is, oh ja, de rechtvaardigheid, ja, dat is wel fijn. Maar mensen, er zit zoveel goud in die rechtvaardigheid van God. En als die rechtvaardigheid door ons gaat doorstromen. Ik wil echt mijn eigen ogen openen opnieuw en die van jullie voor de rechtvaardigheid van God. Wat het betekent als wij rechtvaardig zijn voor zijn aangezicht. Wat is de vrucht van gerechtigheid? Daar zegt Jesaja 32 iets over. Dat is vrede. Man, we hebben vrede nodig in dit land. We hebben vrede nodig op social media. We hebben vrede nodig op het wereldtoneel. We hebben vrede nodig in de politiek. We hebben vrede nodig in de straat. We hebben vrede nodig in ons hart. De vrucht van gerechtigheid, vrede. De uitwerking van gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Ik denk dat het tijd wordt dat we rechtvaardigheid, gerechtigheid opnieuw mogen gaan herwaarderen. Opnieuw waarde aan mogen gaan toekennen. Hebreeën 1 vers 9 en Psalm 45 zeggen beide, gij, Jezus, hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Gerechtigheid liefhebben leidt tot enorme vreugde.
Hebben ze weer, hè? Vrijheid, vrede en vreugde. Wat horen ze bij elkaar? En dan staat er ook in Matteüs 13, vers 43. De rechtvaardigen, wij, zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. We hebben in de visie staan dat we ernaar verlangen, dat we zien als we onze ogen sluiten, dat er een menigte mensen stralen. Omdat we bij Jezus zijn geweest. En dat het ook te zien is, dat mensen ons zullen herkennen. Als mensen die bij Jezus zijn geweest. Op plekken waar we ook komen. Dat onze rechtvaardigheid doorstroomt. Omdat we eerlijk zijn. Omdat we vrede en vreugde en vrijheid brengen. Wie verlangt daarna? Amen. Wie heeft er honger naar? De helft. Ja, de andere helft niet. Die steekt niet zijn hand op, toch? De honger. Wie heeft er honger naar? Yes. Drie kwart. Halleluja. Dan mag je nog in groeien. Dan mag je nog in groeien. Weet je, gerechtigheid is de meest vreugdevolle plek. Namelijk in zijn aanwezigheid. De acceptable condition for God. Dus eigenlijk de enige acceptabele conditie voor het aangezicht van God. Als je in zijn aanwezigheid wil komen, als je wat dan ook wil ontvangen in je geloof, dan, als je rechtop wil staan voor God, dan heb je die gerechtigheid nodig. En dan, wat betekent dat? Dat betekent ook Gods bedoeling. De paradijselijke staat, zoals het ooit bedoeld was. Zonde en alle gevolgen verdwenen uit mijn leven. Vrij van schuld, bonden, ziekte, wonden, tekort. Heelheid met God. Een hele schepping, dat alles weer puur en gaaf is. Het paradijs, de volkomen harmonie, shalom. Dat is gerechtigheid. Gewoon de staat hersteld zoals God het bedoeld heeft. En weet je, dan kijk je misschien naar je eigen leven en zeg je, Heer, maar als ik mijn lichaam en mijn ziel zo voor uw aangezicht plaats, dan is er nog heel wat aan de hand. Maar ik wil tegen je zeggen, God kijkt naar je perfect gemaakte geest. Want toen jij het doopbad inging, toen jij je leven aan Jezus gaf, toen jij zei, ik geloof in Jezus Christus. Heel simpel, ik geloof in Jezus Christus. Toen werd je geest in één knip perfect gemaakt. In één knip perfect gemaakt. En kun je gewoon voor Gods troon staan op deze manier. Dat is de enige manier om zo voor God te staan. In dit leven al. En het is belangrijk om te beseffen dat het door geloof is in Jezus Christus en niet door werken. Het is niet door de wet, maar door genade, door geloof. Weet je, er zijn twee soorten gerechtigheid. Eén is je eigen gerechtigheid en de andere is de gerechtigheid door Jezus Christus. En in het christelijke wereldje zijn we veel bezig met wat je van elkaar verwacht. En komt er ook veel verwachting vrij van hoe je leven eruit moet zien. En je leert dingen en je krijgt disciplines en gewoontes en dat worden tradities. En daarvan zeg je, nou, ik ben toch een hele aardige christen. Ik ga naar alle samenkomsten. Ik ga zelfs om 9:30 naar de gebedsbijeenkomst voor de dienst. En bijna geen enkele woensdagavond sla ik over. Geef mijn tiende trouw, ben ik heel precies in. En ik heb mijn leven geofferd voor de Heer. En je komt voor zijn troon. Maar Jesaja, ik dacht Jesaja 64 zegt, het is afval. Het zijn vodden. Het is gewoon niks waard. Het zijn vuile vodden. Het is religie. Het zijn namelijk onze daden. Met onze daden, en ook als je soms mensen spreekt die niet geloven, die zeggen, ik ben toch best een goed mens. Maar weet je niet, iedereen heeft gezondigd. Iedereen. En mist daardoor de heerlijkheid van God. Door onze daden kunnen we helemaal niks verdienen. En kunnen we niet, zoals in dat plaatje, voor de troon van God verschijnen. Het is onmogelijk. Iedereen heeft een klein steentje of een enorme kei door een ruit gegooid. Maar in ons leven is die ruit stuk. We hebben gedwaald van God af. Dat is zonde. En de enige manier naar God
is door geloof in Jezus Christus. Amen. Het is een opfriscursus, lieve mensen. Geen eigen inspanning, maar die van Jezus Christus door de Heilige Geest in je. Romeinen 10, vers 4 zegt, Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. 2 Korinthe 5, vers 21 spreekt over de geweldige uitruil, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Zeg maar, ik ben rechtvaardig voor God. Ik heb de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Amen. En Romeinen 11 zegt, die rekent af met eigen werken. Het was de genade van God. Ze konden er zelf niets aan toe doen. Anders zou het geen genade zijn. En Romeinen 10 vers 10 zegt, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. En dan staat er in die tekst, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wat betekent dat dan? We hebben nu gehad over gerechtigheid, maar wat betekent het dan om te hongeren en te dorsten naar die gerechtigheid? Ik hoop dat je begrijpt dat het ook de enige deur is naar God. Dus dat is al reden 1 waarom je dus naar zou moeten hongeren en dorsten. Als jij die gerechtigheid van God nog niet ontvangen hebt, dan zou ik er naar hongeren en dorsten, op je knieën gaan en zeggen, Heer, ik wil die gerechtigheid ontvangen, ik geloof in uw Zoon Jezus Christus. Maar het is ook goed om je geest te voeden. Kipes zei dat zo mooi, die zei, weet je, als je lichaam een tijdje geen eten geeft, dan krijg je honger. Dat heb ik gedaan de afgelopen 3 dagen. Ik had de indruk dat God vroeg om te vasten. Dus ik heb een paar dagen gevast om mijn lichaam ook te leren wat deze preek betekent. Dat idee had ik en ik heb ook voor een aantal andere dingen gevast. Maar mijn lichaam kreeg honger. En toen ik het niet opnieuw ging voeden, toen die signalen gaf dat het honger had, kreeg mijn lichaam nog meer honger. En weet je, als ik dat een dag of 100 niet doe, of misschien wel nog iets langer, dan leidt dat tot de dood. Dus je lichaam niet voeden, leidt tot de dood. Datzelfde geldt voor je geest. Je geest heeft honger naar voeding. En wij in het Westen hebben zoveel voeding. We hebben zoveel afleiding. Er zijn zoveel dingen om te doen. Zoveel leuke dingen. Onze koelkast ligt vol, onze agenda staat vol, ons hoofd is vol, ons hart is vol met allerlei dingen. En heb je soms gewoon niet zo heel veel honger naar God. Denk je, oh ja, nou nog naar de kerk. Uit gewoonte ga je maar. Maar weet je, God verlangt naar dat wij hongeren. En onze geest verlangt ernaar dat die geestelijke voeding krijgt. Als je je lichaam volstopt, merk je niet dat je geest honger heeft, lieve schat. Ik zeg het nog een keer. Als je je lichaam en je leven en je ziel volstopt met allemaal dingen, merk je niet dat je geest eigenlijk honger heeft. En je hongert je geest uit. En je geest gaat langzaam dood. Betekent dat ik niet in de hemel kom, Wieberen? Als je God vaarwel zegt, waarom zou je er dan überhaupt willen zijn? Als je op deze aarde al niet met hem wil wandelen. Waarom zou je hem dan eeuwig willen tegenkomen? Maar je geest gaat dood. Dat is een ernstige waarschuwing. Voed je geest met het woord. Voed je geest met het woord. Jezus ging de berg op om te bidden. Waarom? Omdat zijn geest honger had. Omdat hij zijn vader wilde ontmoeten. En wij mogen ons ook uitstrekken daarnaar. Honger naar hem en zijn koninkrijk. Romeinen 14 en Matthäus 6 zeggen beide, het gaat niet om eten en drinken. Het koninkrijk van God bestaat daar niet uit, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En er staat ook in Matthäus 6, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, waarmee zullen wij eten? Wat zullen wij eten? Wat zullen wij drinken? Waarmee zullen we ons kleden?
want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u bijgegeven worden. Weet je, we zijn soms, en dat merk ik ook echt bij mezelf ook hoor. Je bent soms zo verwend dat je eigenlijk niet opgroeit naar de volwassen maat van een christen die wandelt in geloof. Maar we zijn een stelletje dikke, blerende baby's. Die de toetjes niet lusten. Oh, niet mijn smaak. Die klagen over de kleur van het eten. Die klagen over ditjes en datjes in de kerk. Weet je, de kerk is niet het koninkrijk van God. Maar je kunt je wel leren hoe je God kan benaderen. En voor zijn aangezicht leven. En vol worden, geestelijk. En je geest voeden, dat kan je hier leren. Maar weet je wanneer je dat niet zult leren? Wanneer het klagen, het roddelen, het praten, het vol met andere dingen komen, hè, of zijn, als je zo komt hier. Als je zo komt hier, zal het een hindernis zijn om te kunnen ontvangen van wat God voor je heeft. En ik ben even heel scherp. En het is niet makkelijk. Jubel zei van de week nog, in Afrika is het heel makkelijk om te vasten. Daar is gewoon niet zoveel eten. Maar bij ons is het eten continu aanwezig. Van de week ook. Ik kreeg cakejes aangeboden, ik kreeg een lekkere lunch, heb ik bijgezeten, heerlijk avondeten. Het is gewoon zo beschikbaar en het tintelt en het, weet je wel, tintelt de zintuigen. Er is zoveel verleiding in onze wereld. Daarom is het voor ons zo belangrijk om die verleiding soms weg te leggen. En te zeggen, lichaam, nu ga ik je trainen en disciplineren. Ik ga vasten en ik ga gewoon die verleidingen ga ik een tijd lang wegleggen. Om gewoon meer ruimte te maken voor God en voor zijn geest. Is zo nodig, joh. Weet je, je hebt niet in de gaten als je geest sterft. Dat heb je wel in de gaten als je langzamerhand je rust, je vrede, je blijdschap en je vreugde kwijtraakt. Je kunt hier komen bidden bij het ministry team. En te zeggen, jullie voor me bidden, ik heb zoveel onrust. Maar lees je wel 's morgens uit je Bijbel, elke ochtend. Je kunt komen bij het ministry team en zeggen, mijn vreugde is geroofd. Wil je de duivel wegsturen? Maar weet je, misschien is het wel door jezelf veroorzaakt. Dat je de Heer niets gezocht hebt en je leven helemaal volgepropt hebt. Met dingen die je afleiden. I'm preaching to myself. I'm preaching to you. Ik ben ook regelmatig mijn vreugde kwijt, maar dan weet ik wel waar ik het moet zoeken. Van de week werd ik nog zo geraakt door dat lied. You are my daily bread. Your word spoken to me. U bent mijn dagelijkse brood. Uw gesproken woord wat tot mij komt. U bent mijn dagelijkse brood, Heer. Uw woord is mijn dagelijkse brood. Ik heb deze week heel veel geworshipped en heel veel het woord tot me genomen. Het heeft me gevoed. Ik merkte eigenlijk niet eens op een gegeven moment dat mijn lichaam iets nodig had. In juni en september gaan we weer gezamenlijk vasten. Het wordt een geweldige tijd. We gaan het goed hebben met elkaar. In januari hebben heel veel van jullie meegedaan en er enorm van genoten. Ja, echt super gaaf. De honger die er is in de gemeente. Weet je, er is veel honger in deze gemeente. Vorige week waren dus Kie en Ilke hier. En die zeiden het ook van op zondagochtend. Jullie hebben wel de conferentie, veel van jullie hebben wel de conferentie gemist. Volgend jaar komen, echt komen. Het is echt ontzettend krachtig en ontzettend prachtig. Zo de Heer ontmoet. Jullie hebben er op zondagochtend wat van kunnen meemaken. Het was ook een heerlijke tijd. Amen. Amen. En zij hebben samen ook genoten van de honger die hier is. Er is echt honger in deze gemeente. Maar weet je, honger is niet alleen maar voor jezelf. Want als je rechtvaardigheid van God krijgt,
is het niet alleen maar dat je dan zelf een blij en vreugdevol en een vrij leven kan leiden, zodat het met jou goed gaat. Nee, je moet verlangen naar de overflow. Naar meer dan je zelf kan absorberen. Want dan stroomt het van je af. Ik weet niet wie van jullie de krant leest, of nou ja, het nieuws leest. En alle ellende die de hele dag over je uitgestort wordt. Je wordt het ontmoedigd. Je raakt er ontmoedigd door. Als je niet uitkijkt. Maar weet je, wij zijn de rechtvaardigen van God in deze aarde. Als we gaan wandelen. En ik zie het ook nog veel te weinig in mijn eigen leven. Maar ik wil het gewoon gaan zien. Dat ik ga wandelen. En dat mensen zeggen. Wauw, bij jou is er zoveel vrede. Bij jou is er zoveel vreugde. En dat ze vragen naar, hoe zit dat? Kun je daarover vertellen? Wat is er in jouw leven? Hoe kan dat eigenlijk? Maar verder nog, dat we rechtvaardigheid brengen waar geen rechtvaardigheid is. Oorlogen, slechte. Nieuwe uitvindingen doen, waardoor mensen rechtvaardigheid ontvangen. De wachtlijsten in de jeugdzorg worden opgelost. Minder scheidingen, dat scheidingen haast niet meer voorkomen. Vechtscheidingen, geen vechtscheidingen meer zijn. Kinderen niet meer lijden in echtscheidingen. Al dat onrecht wat er gebeurt in mensenlevens. Dat er nieuwe uitvindingen komen, zodat mensen niet meer ziek worden. Mensen gezond gaan leven, doordat we rechtvaardiger zijn en met oplossingen komen. Dat is de creativiteit van God en alles wat we van hem krijgen in die troonzaal, om in het leven in te brengen. Dus wij zouden net zo hard moeten hongeren naar de rechtvaardigheid, naar de gerechtigheid, als dat we pijn hebben aan kijken naar de wereld. Als je kijkt naar de pijn van de wereld, moet je dat omdraaien naar honger, naar gerechtigheid. Begrijp je? Als je pijn hebt in de wereld, als je dat lijden ziet, je zegt wat erg, en je wil je er eigenlijk voor afsluiten, voor al die moeilijke dingen die er gebeuren. Dichtbij, in je familie, in je gezin, op je werk, in het nieuws, in je land. Alles waar je aan ergert, waarvan je zegt, wat is dat moeilijk. Draai die emotie om naar, ik heb honger, Heer. Ik heb honger naar de gerechtigheid. Ik wil het niet alleen maar zien in mijn eigen leven, maar laat het alsjeblieft een overflow worden in de maatschappij, Jezus. Laat het alsjeblieft, Heer, ik kom bij u, Heer. Ik sta rechtop, maar ik wil van u ontvangen, Heer Jezus Christus. Ik honger en dorst naar de gerechtigheid, Heer. Ik wil het ontvangen, Jezus. Ik wil alles ontvangen wat u hebt, zodat ik rond kan gaan. Goeddoende en genezende. En te redden alle die bevangen zijn door de duisternis. Wat Jezus ook deed. Laten we wakker worden. Laten we niet ons leven maar gewoon leven en dagen voorbij laten gaan, vullend met allemaal leuke dingen. Was het gezellig? Ja, het was gezellig. Was het leuk? Ja, was leuk. Maar 2 dagen later weet je niet eens meer wat je gedaan hebt. Het heeft 0 impact op je leven gehad. En het heeft misschien alleen maar jezelf geplezierd. Maar waar zijn de mensen die zichzelf willen offeren? Die willen zijn zoals Jezus Christus en dit leven willen leven als een offer. En willen zeggen, Heer, mag ik die persoon zijn op een plek waar onrecht is, waar onrechtvaardigheid heerst, waar de gerechtigheid weg is, waar mensen niet oprecht en rechtop voor God kunnen staan. Mag ik die persoon zijn, Heer? Mag ik die persoon zijn? Ik honger ernaar, Jezus Christus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Halleluja, dank u wel, Vader. Ja, als leider heb je ook wel gauw ook in de gaten wie de mensen zijn die hongerig zijn. En dat is niet oordeel. Dat zijn de mensen die met fonkelende ogen komen, die recent een aanraking van de Heer hebben gehad. Vorige week stonden hier 2 zussen, Sonja en Annemiek. En zag je hoe ze stralen? En zag je de honger van... Wauw, als u dit kan doen, Heer. Die vreugde van genezen zijn. Je kunt aan mensen zien of ze bij de Heer zijn geweest. Ik zie het. Ik zie het aan jullie. Ik zie het aan je, of je bij de Heer bent geweest. En het is geen oordeel. Weet je, het leven kan je soms pakken. Ik merk het aan mezelf, als ik niet bij de Heer ben geweest.
Het leven kan je soms pakken. Het is geen oordeel, maar een uitdaging en een bemoediging om bij de Heer te zijn. Hongerig te zijn, te gaan naar waar het te halen is. Als we het hebben over, er is kracht van God, er is vuur te halen. Ga dan, want de Heilige Geest helpt je om die honger te krijgen. Honger en dorst naar Jezus Christus. Ja, dank u wel Jezus. En weet je, het is zo mooi, dit was het moment dat alle gerechtigheid werd vervuld. Soms staan er van die teksten in de Bijbel dat je denkt, wat gaat het eigenlijk over? Wat een aparte tekst. Nou, dit is één. Jezus kwam bij Johannes de Doper en die doopte. Zie het Lam van God, zegt hij. En Jezus zegt, Johannes, ik wil me laten dopen. En Johannes zegt, wat? Ik ben nog niet eens waard om een schoenveter vast te strikken, hè? Ik weet niet of hij een schoenveters had aan zijn sandalen. We kunnen ook niet zien of hij ze uit heeft gedaan. Maar, gezondheid. Maar Johannes de Doper zegt, Heer, dit is niet gepast. Dit past niet. Dit is gewoon niet gepast. U zou mij moeten dopen. U zou mij moeten zegenen. U zal in mijn plek moeten staan om mensen te dopen. Maar ik u dopen. En dan zegt Jezus, hij antwoordde Johannes en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze is het wel degelijk gepast. Past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. Alle gerechtigheid vervullen. Dit was een vooruitwijzing naar de dood en opstanding van Jezus Christus. Want daar gaat het doop over, onder andere. Maar het is een heel duidelijk beeld. En Jezus wijst hier vooruit naar zijn dood en opstanding. En door die dood en opstanding verwerven wij in die uitruil, wat we zojuist gelezen hebben, 2 Korinthe, verwerven wij de gerechtigheid van Jezus Christus. Snap je deze tekst? Begint die te landen? Op deze wijze past het om de gerechtigheid te vervullen. Kijk maar hoe we dat doen. Kopje onder en weer boven. Sterven en weer opstaan. Kijk eens hoe ik dat doe. De gerechtigheid van alle mensen vervullen. Halleluja. Is dat niet geweldig? En daarmee vestigde hij het fundament van zijn bediening. Net als God. Want in Psalm 89 en Psalm 97 staat, gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Het fundament van zijn troon is gerechtigheid. En hier staat, vervullen, compleet vervullen, volmaken, de profetie kwam ook compleet uit. En ik geloof ook dat sinds Adam, de zondeval, de gerechtigheid weer opnieuw op aarde kwam wonen. Wij hebben weer, sinds Jezus Christus, hebben we weer toegang tot gerechtigheid. Is dat niet geweldig? Toegang tot gerechtigheid. Dat is echt het draaipunt in ons geloof. De gerechtigheid. Maar wij hebben de gerechtigheid van Jezus. En een overflow krijgen we naar onze omgeving. We hebben een tak in deze gemeente. En die tak aan de boom noemen we de uitreikend tak. En dat is al een tijdje op ons hart als oudsten en als voorgangers. Want we willen geen gemeente zijn voor onszelf. We willen een gemeente zijn die naar buiten gaat en het koninkrijk laat komen. Hier worden we opgeladen, hier krijgen we honger, hier ontmoeten we God. Hier zegenen we elkaar, hier kom je tot herstel, hier leer je dingen en dan ga je uit. Dan ga je uit en in die overflow om uit te gaan, dat noemen we, als we het organiseren in de gemeente, noemen we dat uitreiken. We willen ook georganiseerd dat organiseren. En waarom organiseren we het? Omdat het niet in deze wereld automatisch gebeurt. We moeten soms dat een beetje handen en voeten geven.
He, dus ze zeggen, we gaan dit doen, we gaan deze activiteit ondernemen. En ik droom ervan, het is eigenlijk meer symboliek, want ik weet niet of het echt gaat gebeuren, maar ik droom, dat weten een aantal van jullie, van een pandje in de stad. Als we gewoon kunnen zijn waar de mensen zijn, hier stroomt niet een hele rij winkelend publiek door de straat. Maar daar wel, de Varkensmarkt, het pand van de Intertoys wat leeg staat. Weet je, stel je voor dat we daar opgeladen, doordat we bij Jezus zijn geweest, dat pand uitgaan en zeggen, wil je koffie komen drinken? Wil je meer horen over Jezus Christus? Wil je weten wat de sleutel is voor vrijheid, vrede en vreugde? Wil je genezing krijgen? Wil je iets weten over je toekomst? Een profetisch woord. Wil je een knuffel? Weet je, hoe gaan mensen op de Varkensmarkt christenen tegenkomen als ze er niet zijn? Hoe gaat onze overflow bij de mensen komen als wij niet naar de mensen gaan? Vandaar de tak uitreiken. En in de afronding van de preek, de aanbidding mag wel komen, wil ik terug naar Jesaja 61. Want dat is een van de teksten die we in de visie voor uitreiken hebben staan. En voordat we ook echt daadwerkelijk gaan uitreiken, gaan we de komende tijd bidden, brainstormen. Zeggen, Heer, waar opent u een deur? Hoe opent u een deur? Waar rust uw zegen op? Waar schijnt uw licht op de komende tijd, Heer? Waar mogen we in gaan bewegen, zodat gerechtigheid gaat komen? Eén ding is zeker. De geest van de Heere, Heer is op mij. Amen. Zeg maar, de geest van de Heere, Heer is op mij. Zullen we samen gaan staan en deze tekst oplezen? De geest van de Heere, Heer is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart en voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En wie hier gebonden zaten, opening van de gevangenis. En om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om aan alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun zal gegeven worden, sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden, eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere, om hem te verheerlijken. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft er mij omgedaan. Zoals een... Ja, stop daar. Amen. Maar voordat we deze ruimte verlaten. Ik heb het aan het begin gevraagd. Als jij hier bent en je zegt, die Jezus Christus, die ken ik nog niet. Ik wil ook heel graag onderdeel worden, een zoon of een dochter worden van deze God. Bij hem horen. En mijn leven aan hem geven. Nog even jullie aandacht. Als je hart nu sneller klopt en je zegt, ik heb mijn leven nog nooit aan de Heer gegeven. Maar zoals je dat beschrijft, dan wil ik dat wel. Dan verlang ik ernaar om al die dingen te ontvangen. Voor mijn leven, maar ook een goed leven te krijgen met de Heer. Het leven in orde te maken met mijn God. Als er mensen zijn die dat willen, wil je dan je hand rechtop steken? Ik wil je niet naar de huis laten gaan voordat ik deze kans gegeven heb, de belangrijkste beslissing die je kan nemen in je leven. Wil je dan duidelijk je hand opsteken naar mij? Klopt het dat ik geen handen zie? Dank u wel, Jezus. Dan ga ik ervan uit dat iedereen die belangrijke keuze gemaakt heeft. En dat vier ik. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Zullen we de Heer danken?
Dank u wel, Jezus, voor al uw goedheid. Voor al uw trouw. Dank u wel, Jezus, dat u door die poort gegaan bent. Heer, die deur waar u door gegaan bent, die wij niet open kregen, waarop staat gerechtigheid voor God. Maar u hebt die deur opengezet, Heer. U hebt de deur uit het slot gehaald. U hebt de hengsels eraf gehaald. Heer, u hebt de poort geopend, zodat die nooit meer gesloten kan worden. Heer, en we kunnen nu vrij binnengaan met ons geloof. En dat vieren wij, Heer. Dank u wel, Jezus Christus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. En maak ons krachtige bedienaars van de gerechtigheid, Heer. Maak ons krachtige bedienaars van de verzoening. Overal waar we gaan, in Jezus' machtige naam. Amen. Ik wil u één getuigenis geven van vorige week. Er was een persoon die letterlijk op zoek was: Heer, ik moet u vinden. Als ik u niet vind, weet ik niet hoe het hierna afloopt. Deze persoon is online gaan zoeken naar de woorden ontmoeting met God. En zij kwam tegen Encounter. Zij is hier naartoe gekomen op basis van dat woord. Zij kende de gemeente niet, zij kende God niet. Zij is hier 3 dagen geweest en heeft haar leven aan Jezus gegeven. Ik wil hiermee zeggen, ze heeft deze week een app gestuurd waarbij ze zegt: ik wil nooit meer anders. Ik ben verliefd geworden op God. Dus ik ga de vraag nog een keer stellen. Dit is het wonder wat God kan doen in het hart. Dus ik stel de vraag van Wieberen nog 1 keer. Als jij voelt in je hart dat je een reactie wil geven om je hand omhoog te steken en te zeggen: ja, Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Dan geef ik je nog 1 keer de kans. Maar de aanmoediging van dit getuigenis, dat God je letterlijk via Google kan helpen op het pad te komen om hem te vinden. Als je dat bent, steek je hand dan nu gewoon omhoog. Voor het volk en voor God, steek je hand omhoog. Ik wil het niet aanmoedigen, of hoe zeg je dat? Ik wil het niet dubbel opdoen, maar ik wil met dit getuigenis zeggen: Jezus kan het. Jezus wil het. En hij doet wonderen in ons midden. Halleluja. We gaan dopen, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, want dat vind ik een belangrijke. We gaan dopen op 9 juni en op 26 mei hebben we een doopbespreking. Dan leggen we uit waarom laat je dopen, wat is dopen, hoe werkt dopen. Je bent gewoon vrij om daar naartoe te gaan. Je hoeft nergens voor te tekenen, we zetten geen krabbel ergens onder. Maar we willen je aanmoedigen en leren om je te laten dopen, zodat je op 9 juni voorbereid kunt geven. Bent u er nog, gemeente? Heeft u zin in koffie, gemeente? Zullen we dan alsjeblieft, net zoals dat we bloedserieus zijn begonnen, dan eindigen met een aanbiddingslied voordat we naar de koffie gaan. Vindt u dat goed? Zodat we beginnen en eindigen met Jezus en Jezus alleen. Amen. Henry, heb je iets klaarstaan? I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I know there is peace within your presence. I seek Jesus. I speak Jesus.
machtige naam van Jezus Christus. In de naam van de Vader, schepper van hemel en aarde. In de naam van de Heilige Geest, dat hij met je gaat, dat hij op je komt, in je komt, door je heen werkt, zodat de wereld om ons heen verandert naar de gerechtigheid zoals het bedoeld is in Jezus. Als er iets is wat je nog vasthoudt, als er iets is waar je een gebed voor wil hebben, hebben we het ministry team aan de rechterkant. Wees vrij en voel je uitgenodigd om je honger te stillen aan de voeten van Jezus. Heb een fijne dag. Heb een mooie week. Ga met God. Amen.